Ja, dit belooft de meest filantropische decembermaand van de hele 20e eeuw te worden. Zeker weten en hartstikke goed. Hartstikke goed. Hartstikke precies. Goed. Angela Groothuizen, die gaat de uitdaging aan om een optocht van 1000 campers vol pepernoten naar Moskou te krijgen. Hartstikke, hartstikke goed. Goed. Hartstikke bedankt. Hartstikke goed. En als de VARA er op 15 december nou ook nog in slaagt om Iwan Rebrov te contracteren. Autorus met baard. En de Maastrichter Staaier met het Wolga-lied. En dan heb ik het nog niet over alle directeuren van koekfabrieken die dankzij een ontheffing van het commissariaat voor de media zonder muilkorf hun firmanaam in de microfoon van Paul Witteman mogen blaffen. Dan zie ik op maandag 17 december wel weer deze advertentie in de kranten staan. Hè, waarin Marcel van Dam bedankt mensen nog een paar verdwaalde blikken tonijn in olie bij elkaar veegt. Zeker weten. Fantastisch. Hartstikke, hartstikke goed. Hartstikke goed. Je wordt er warm van. Fantastisch. Hè? Maar je begrijpt toch wat ik bedoel? Ik ben er hartstikke tegen. Nou, dan ben je voor de honger dus. Nee. Ja. Ik ben tegen die schijnheilige, selectieve goedgeefsheid. Goedheiligheid, dat is het. Selectief. Wat markeert er dan aan? Ah, wel nee. Niet die 1 miljard die we op defensie kunnen besparen dankzij Gorbatsjov erheen sturen, ja. Maar een handvol schoenendozen met gutterswaren in een buitenwijk van Moskou dumpen. Dat is wat we doen. En selectief. Roemenië vergeten. De Bulgaren krijgen nog geen korrel zout. Dat komt allemaal nog wel. Het komt nu pas op gang. Al die acties die breken nu pas los. Bijvoorbeeld de heer Ledenboer van het IPOP. De decemberactie van het IPOP. Goedenavond, meneer Ledenboer. Goedenavond. Dat IPOP, wat is dat? Het IPOP. IPOP mag staan voor interkerkelijk pastoraal overkoepelend platformoverleg. Alsjeblieft. En wat heeft het IPOP in petto, meneer Ledenboer? Wel, het IPOP mag een actie aankondigen die is gericht op de eerste lijns behoeften van de behoeftigen in de derde wereld. Met name richt de IPOP-actie van december zich op de sloppenbewoners van Mexico-stad. Mensen die voor hun voedselvoorziening vaak zijn aangewezen op de vuilnisbelt. Wel nu, wij in het rijke Nederland beschikken over overvloedige hoeveelheden vuilnis, hoogwaardig vuilnis met een hoge voedingswaarde. En de IPOP-actie is erop gericht om enkele duizenden containers van dit vuilnis te verschepen naar Mexico, het daar te dumpen op de vuilnisbelt, zodat de mensen daar weer hun kostje bij elkaar kunnen scharrelen. U kunt allemaal deze actie steunen door in december zoveel mogelijk eten weg te gooien. Zit u aan een diner en u vindt iets niet lekker, eet het niet tegen heug en meug op, maar gooi het meteen weg. Bak ook geen restjes op de volgende dag. Denk even aan de mensen in de derde wereld namens de honderdduizenden daar en namens een diepop. Hartelijk dank. Goedenavond.